Yo, beste kijkers van de Gold Eagle Channel! Vandaag weer een nieuwe video. En vandaag weer een update video. En deze update video die gaat over de Minecraft server. Nou, dit is onze oude spawn. Of onze oude, nog steeds onze spawn eigenlijk. Maar morgen vanaf 6 uur zou de spawn gaan veranderen naar een nieuwe spawn. En zullen alle hubs, dus zoals de hub van de PvP, de arcade games, noem het maar op, ook gaan veranderen. Nou. Ik ga ondertussen even een potje in Arcade Game spelen. Dat het gaat 10, of 10 tieren wou ik zeggen, Temple Run worden. En dan onder Temple Run ga ik even wat dingen vertellen. Wat er onder andere nog nieuw bij gaat komen in deze server. Nou, zoals jullie dan natuurlijk nu ook al weten. Temple Run wordt een nieuwe minigame. We gaan meer zombie maps krijgen. Wat er ook zeker opnieuw gaat komen. Uh... Oh wacht, dit is de verkeerde. Ik moet die kant hebben. Maar wat er ook sowieso opnieuw gaat komen, dat is. Uh, hoe heet dat nu? Hide and seek. Uh, daar vier op een rij, die gaat opnieuw komen. En noem maar op. Alle mini die komen weer opnieuw. Jullie zullen vast en zeker gaan merken dat dit ook in fase gaat gebeuren. Vanaf morgen, gaan, uh, uh, vanaf morgen gaat sowieso de spawn alvast open. En gaan de hubs open. En ondertussen gaan wij heel hard aan het werk om ook de rest open te maken. Dit is een vals blokje, daar moet ik overheen. Als ik hem raakte was ik namelijk af. En oeh, daar val ik helaas. Nou, ik heb een checkpoint gehad, dat is al lang fijn. Nou, dit is zoals jullie kunnen zien Temple Run. Temple Run is eigenlijk een soort uh, parcours met oh, heel veel effecten, heel veel dingen erin. En dit is onder andere een blokje, als ik daar op spring, oh, wat best wel lastig is om er overheen te springen, dan ga je af. Nou, dit is dus wat ik al zeg, een nieuwe minigame. Dit is de bedoeling, daar begin je... En in deze, dit geval moet je daar boven zien te komen. Het moet nog compleet worden afgewerkt. Dat is namelijk totaal nog niet gedaan. Maar het gaat zeker komen. Nou, die raak ik even voor de zekerheid niet aan. Ik weet namelijk nou niet uh, wat alles was. Nou, dit is een Jumbo, zoals jullie kunnen zien. Oh. Hij activeert hem nu niet. En ah, ik spring mis, helaas. Heel lastig is deze af en toe. Maar hij is wel zeker leuk om te gaan proberen. Maar dit is dus al, zoals ik zei, een van de nieuwe minigames. We gaan ook nog een paar nieuwere minigames krijgen. Wat die minigames inhouden, dat ga ik lekker nog niet zeggen. Dat wordt een verrassing. Maar ik kan wel zeggen dat er de deze maand dat er heel veel gaat veranderen in de server. Heel veel minigames erbij gaan komen. En natuurlijk, zoals jullie ook al kunnen zien aan de rechterkant. Dat is ook nieuw natuurlijk. Dat is ons server uh, systeem. Of ons service systeem. wat zeg ik me nu? Dat is helemaal niet waar wat ik zeg. Wat is geen systeem? Het is onze scorebord. En natuurlijk de statistieken, die zijn, ziet er iets anders uit. En noem het maar op. Moeten er moeten nog heel veel dingen gaan veranderen. Maar dit was eigenlijk wel even wat ik jullie wou gaan zeggen. Dat uh, vanaf morgen, dat er hele grote updates gaan komen. En vanaf morgen 6 uur, sowieso de nieuwe hub open is. De nieuwe spawners open is. En noem het maar op. Ik ben heel benieuwd wat jullie van de nieuwe spawn gaan vinden en van deze nieuwe minigame. Deze gaat er ook zeker al in komen te staan. En dan voor nu wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En hopelijk tot de volgende keer.